Oh, en wat's up, beste kijkers? Welkom terug bij het kanaal van Meester Filmliefhebber en een nieuwe playthrough van Kina, The Bridge of Spirits. We hebben inmiddels de geliefde Hana en Adira met elkaar herenigd, waarbij de laatste zo wanhopig was een boodschap naar haar vriendin te sturen dat niet verloren was, dat ze daardoor met krachten ging zoemelen waar niet mee gezoemeld had mogen worden en het resultaat was de corruptie en vernietiging van bijna het hele landschap. Maar we hebben dat kunnen herstellen en de twee meisjes weer bij elkaar gebracht. En nu, volgens die oude man, ligt de laatste kwaadaardige geest bij het altaar van de berg, het dorpshoofd Toshi. Maar het verslaan van Adira in haar corrupte vorm heeft ook nieuwe uitdagingen vrijgespeeld en daar gaan we deze aflevering weer vooral aan wijden. Het spelen van de volgende uitdagingen om onszelf zo goed mogelijk te testen. Energy of the Mountain, Collapsed Quarry. Eens kijken wat dat is. Oké. Okay. Complete the course within 2 minutes and 30 seconds. Collect all 3 owl feathers. Collect 20 light wisps. Oké, okay, interessant. Je moet dus snel zijn en je moet heel veel kunnen verzamelen. Eens kijken hoe goed dat zal gaan. Oké, okay, dat zijn dus de wispen. Die paarse dingen. Wat de uilenveren zijn, dat kan ik niet zien. Dit lijkt me een behoorlijk complexe koers. Oké. Okay. Zover is dit vrij simpel. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Come on. Ah! Oké, okay. Dit is echt wel zo'n scenario waarbij de spring mechanics heel vervelend kunnen uitpakken. Zeker als je haast hebt, dan ga je slordiger te werk. En slordig is iets wat je niet kan veroorloven bij spring mechanics van Kina. Oké, come on, come on. There we go. Voorzichtig. Oeh! Oké. Oké. En daar is de uilenveer. Oh shit, shit, shit. Oeh! Oh, nee, nee. Oh! Oké, okay. Dus laat ze hier niet helemaal opnieuw starten. Dat is fijn. Oh shit, oh! Oh crap. Oh, dus dat was de bedoeling. Wist ik veel. Oeh, oké. Okay. Beginnen door te krijgen. Dat je gemene rikker. Oh my gosh. Oké. Okay. Nou. Dat is al niet meer gelukt. Maar de bommen die zijn nu weg. Dat zie ik wel.
Kom aan. Oeh! Here we go. Nou, als we alles kunnen verzamelen, dan ben ik al heel blij. Oh, shit. Oeh! Oh, nee! Ah! God damn it! Zo? Oké. Oeh! Wat? Oké. Ah, je moet weer overnieuw. Oh, kom op. Ik zag niet wat je moest doen bij die bloem daar. Het was niet echt tijd om je te focussen op wat er onder die bloem moest liggen. En alle andere zwevende stenen waren te ver om in de lucht te laten vliegen. Ze zouden geen werkende brug voor je vormen. Hoe werkt het dan wel? Vraag ik me af. Bijna weer bij het begin. Oké, nou even goed kijken. Er is letterlijk niets waar we op lijken te kunnen springen. Oh, wait. Moet ik dat doen? Wat moet ik doen? Ik snap het niet. What the fuck moet ik daar doen? Er is letterlijk niets waar je je aan kan vastklampen. Dit is belachelijk. Ik ga het internet even raadplegen. Normaal doe ik dat niet zo snel. Er is geen tijd letterlijk om goed rond te kijken. En ik zie letterlijk maar één uitweg in de vorm van die bloem. Alles is te ver weg om een rotpijl of bom op te gebruiken. Dus we gaan dat even bekijken en dan zie ik jullie zo weer. Oké, daar zijn we weer. Ik heb het uitgevogeld. Er zit een bloem in die bodemloze afgrond. Als je heel snel naar links kijkt in slow motion terwijl je in de lucht bent, want dan opent die zich. Dat is zo'n vervelende manier om het pad neer te leggen in zo'n obstakelkoers. Dat je het alleen ziet als je toevallig even een kant op kijkt die je niet verwacht. Het is heel oninstinctief. Een hoop van dit level design. Maar daar heb ik al voldoende over geklaagd. En ik weet nu ook de locatie van een tweede uilenveer die ik eerder totaal over het hoofd zag. Dus die kunnen we ook meteen even gaan pakken. Oké, hier gaan we. En het moet goed gaan. Come on. Yes, oh my gosh, gelukt. Oeh. Oh mijn god, dat was vervelend. Oké, we hebben alle uilenveren. En we hebben alle wispen. En we zijn er. Oh, oh my gosh. Gelukt. Oké, dat wil ik niet nog een keer hoeven doen. Hoe goed je een expert nou bent of niet. Dit draait om goede coördinatie hebben met je pijl en boog en timing en dergelijke. En dat is absoluut niet mijn sterkste kant. Ik denk dat dit het verste is dat ik ga komen. Oké. Plateau reservoir. Lijkt me weer een boogschiet uitdaging met bommen dit keer. Oké. Seismic blast. Energize 5 bomb targets.
Shoot at least 20 bomb target crystals. Shoot at least 130 whirly bird targets. Oké, hoeft niet binnen de tijd. Maar ik denk, oh ja, we zitten al, als ik het goed zie, op een bewegend platform. Dus het is wel degelijk even aanpoten. Eens kijken hoe ver we hiermee komen. Oké, bring it on. Use the rot infused arrow upgrade to pierce stacked whirly birds. Oh, ja, oké. Kun je, oké. Overnieuw. Dit ging helemaal mis. Dat snap ik soms echt niet, dat ze een shitload aan birdie birds geven, maar je hebt gewoon geen tijd of genoeg pijlen om ze allemaal te vernietigen. Dat is gewoon niet mogelijk. Oké. Nee! Oh! Oh, ik haat dit. Oké, herstart. Ik ben nog bezig met uit te vogelen van waar alles terecht komt. En tegen de tijd dat ik dat even verwerkt heb in mijn brein, dan daalt het allemaal weer naar beneden. Ik kan dat niet uitstaan. Dat neigt echt naar oneerlijkheid. Zie je, het moment dat je het hebt, dan valt het gewoon weer omlaag. En ik vind dat vreselijk. Nee! Oh, goddammit. Stom, waardeloos. Stuk vreten. Oh, oké. Wacht nou even. Shit. Nou, die stacked Wordy Birds, die zijn de enige die me nog enigszins lukken. De rest is echt fucking onmogelijk, joh. Wacht nou even, joh. Dit zijn er zoveel. Oké. Nee. Oh! Son of a... Oh man, dit is frustrerend. Ik haat deze uitdaging. Weet ik gebruik sterke woorden. Ik doe dit pas voor het eerst, maar het zijn dit soort uitdagingen waar ik meteen pisnijdig van... Van woord. Oh shit, ik heb al twee gehaald. Oh. Never mind. Nou, dit is onmogelijk, joh. Ze gaan veel te snel weer weg. Oké. Hoe ik dit in hemelsnaam voor elkaar heb gekregen met twee van de goals verwacht, ik heb geen idee. Maar dit ga ik ook absoluut niet nog een keer doen. Het is het ergste gevoel in een boogschiet of target practice uitdaging als je gewoon honderden aan targets hebt en je raakt maar een tiende omdat ze zo snel weer
uit je beeld verdwijnen. Het is vreselijk. Ik krijg er echt gewoon zieke rillingen van. Maar we hebben 2 van de 3 volbracht. Ik ben er tevreden mee. Wegwezen hier. Schatkist. Bommenmaker outfit. Oké, sweet. Fires of the Forge, the Stone Guardian. Rufus' Barn, Corrupt Roofsmith. Oh, dus die weer doen voor de lol? Kom op zeg. The Stone Guardian, oké, hij was heel vervelend. Versla hem in 3 minuten, gebruik geen health flowers. Schiet al zijn weak spots. Nou, eens kijken hoe ver we komen. Hij was een pain in the ass. Auw! Zie je? Dat... Wel verdomme, blijf met je poten van af. Nee, oh, zak. Shak. Dit is echt heel vervelend. Oké, totale mislukking. Wat de hel. Ik kan maar 1 slow motion arrow gebruiken. En die heb ik nodig om zijn weak spots te raken als ik die blootleg met de bom. Dus bij de bom mag ik de slow motion arrow al niet gebruiken. Echt iets om wel te onthouden even. Oké, heb eens. Hey! Oh, wow, Jesus. Ik gebruik de slow motion pijl. Yes, oké. Nee. Oh, fuck. Die stomme rot. Kleine etters. Serieus. Nee. Oh, fuck. Yes. Oké. Laatste weak spot. En dood. Ja. Oh man, dit is stressvol en heel vervelend. Eigenlijk alle grote gevechten in deze game zijn stressvol en vervelend. Zo jammer. Oh, daar. Oké. Op zijn elleboog, duidelijk. Yes! Oké. Nu is het een kwestie van hem zo snel mogelijk neerslaan. Oh shit. Yes! Alle 3 in 1 keer! Oh my gosh, dat voelt goed. Dat voelt heel erg goed. Een nieuwe hoed? De Aviator, oké. Oh. Het was maar goed dat het alleen die kleintjes waren en dat het ook gewoon een heel groot gebied is waar je in kan rennen. En dat beest is heel langzaam. Ik had net genoeg kansen die in mijn voordeel lagen om dit helemaal goed te kunnen volbrengen. Oké, nu de stal van Rufus. Doe het in 9 minuten, geen health flowers. 5 vijanden met de rot cloud. Ik weet niet wat dat is. Nou, het doen in 9 minuten, dat moet wel lukken. Ik weet niet precies wat dit
naar ons toe gaat gooien. Oké, okay, die in de boom eerst. Oké. Okay. Auw. Oké, okay, die dus. Nee! Oh, goddammit. Shit. Woe. Wave 1 onder 1 minuut. Heel goed gedaan. Weet alleen even niet, wat is de rotcloud? Oh shit. Paarse bommen naar me. Diegenen in de bomen moeten absoluut eerst. Ze zijn levensgevaarlijk. Het probleem is, ik moet weten waar ze zijn. En dat is heel moeilijk te zien. Als... Yes, oké. Okay. Er is... Ja, ja, er is er wel degelijk nog één. Maar waar zit hij? Ik zie hem niet. Hey! Hou je gemak en ga dood. Oké. Okay. Wel alle. Fucking hell. Welke maniak ze moeten bestoken elke keer. Oh shit. Zo'n samurai. Oh man. Ja, ben dood. Oh, god, dit is 10 keer zo moeilijk dan ik had gedacht. Diegene die in de boom zat en dingen gooide, hij was de enige, maar nog steeds duiken er links en rechts explosieve vijanden op of enemies die projectielen gooien. En ik zie ze nooit tijdig genoeg dat ik ze kan ontwijken. Ze vallen me altijd vol in de rug aan en dat is verschrikkelijk vervelend. Wow, what the hell? Zo! Wat deed hij? Hij gooide een viertal bommen naar me. What the fuck? Oh my gosh, zo! Die gozer is levensgevaarlijk. Oh! Wow, echt. Ik heb nog nooit zo'n... ziek gevaarlijk enemy meegemaakt. 3 explosieven, hij is vliegens vlucht, doet hij wervelzwaai aanvallen. My god.
Oh my god, zo. Yes, oké, dat is één. Wow! Hoe doe je dit, man? Hoe doe je dit? Dit is zo eng! Yes! Oh mijn god, tweede golf. Dat was zenuwslopend. Jemig. Oké. Wat de hel is dat? Oké, die ketsende bommen die zijn hier heel erg nuttig. Auw! Shit, come on. Oh man, dit zijn er veel te veel. Dit zijn te veel. Oké. Wow! Oh my gosh! Gelukt, gelukt! Gelukt! Yes! Golf 3 verslagen! Oh! God. Oké. Okay. Oh my god. Wat? Oké. Okay. Auw. Come on, come on, come on! Nee, nee! Dat zag de kern! Fuck! Dit gaat helemaal fout! Shit! Oh man, hij heeft zo'n enorm bereik! Het is krankzinnig, echt! Oh, oh my gosh! Oh nee, nee, niet nogmaals. Oh my god! Wow! Dit zijn echt de taaiste, echt meest intimiderende tegenstanders ever. Oh. God. Nee, 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 nee. Kom op, niet zoveel, niet zoveel.
Oh! God, god, oh! Oh, het is echt op dit punt alleen maar doodsbang wegrennen. Oh. Was wel heel erg ver. Dit kan me lukken. Maar ik stop deze video weer even. En als ik weer diep in golf 4 zit, ben ik weer bij jullie terug. Jullie kennen hoe het gaat inmiddels. We zijn weer terug. Ik moet bekennen. Dit spel, hoe vervelend het ook kan zijn, moedigt je absoluut aan het beste uit je vaardigheden te halen. Veel uitdagingen zijn zo moeilijk dat je niet eens de moeite neemt om ze opnieuw te proberen. Maar vechtuitdagingen als deze, die zet je aan om absoluut de beste van de beste te worden in elke fase. En ik merk ook dat ik me steeds vlugger door al deze vijanden heen sla. Ik ontdek steeds betere patronen om ze te lijf te kunnen. Die samurai, ik weet nu dat ze verdoven met wat rot en vervolgens een bom opgooien de beste manier is. Dan blijven ze extra lang verlamd en heb je alleen maar een paar slagen met je staf nodig om ze af te maken. En dan is de rest eigenlijk van de enemies die nog over zijn kinderspel. We zijn nu ver weer in ronde 4, maar dit gaat echt wel lukken. En ik weet nu ook wat de rotcloud is waar ze over spraken. Dat is de originele vorm van de rots met die bloem die je kan gebruiken. Wow. Oké. Oké, er is nog één golf. Ik weet niet of me dat lukt, maar I will try my damnedest. Oh, oh my god. Oh shit, man. Steen Guardian. Hoe moeilijk wil je het hebben? Echt. Oké, de kleintjes maar eerst. Ik heb 3 minuten om dit te laten slagen. Het kan lukken. Oké, en zit er daar nog 1 in de bomen? 2. Oké. Yes, okay. Ow, oh my gosh. Nee. Oh, 1 klap van zo'n kleintje en ik heb het meteen verneukt. Ach. Oké, jullie weten de drill. Ik zie jullie weer bij ronde 5. Dit weer valt terwijl het al laat in de avond is. Jullie merken vast dat de licht omstandigheden die iets wat anders zijn. Ik heb het gepauzeerd toen ik voor de zoveelste keer verloor en ben tussendoor even naar de Leidse kermis geweest met 2 vriendinnen van me. Waar we vervolgens een half uur hebben besteed aan het vinden van mijn kwijtgeraakte telefoon. Dezelfde telefoon waar ik nu deze video van me opneem. Als ik die niet had gevonden, dan was deze part misschien nooit afgekomen. Maar we zijn de hemel zij dank weer terug. En dat zou me niet gelukt zijn zonder de vriendinnen die me zo goed hebben geholpen met zoeken. Dus ik bedank hen hierbij voor hun onontbeerlijke hulp. We zijn inmiddels heel ver in ronde 5. En hebben de stenen wachter op de knieën weten te krijgen met nog een flintertje helft. Ik denk dat we hiermee de ronde wel dan gewonnen moeten hebben. En dit is de 5e. Dus hopelijk alsjeblieft ook de laatste. En dan is het gelukt onder de 9 minuten te blijven. Zonder Hellflowers. Maar helaas niet met de Rotcloud. Wat dus die
rot zijn in hun oorspronkelijke grote vorm. Ik vond ze vrij nutteloos in het gevecht, want na één klap of zelfs daarvoor nog waren ze alweer uitgewerkt. Het is heel erg wisselvallig hoe effectief het eigenlijk is, maar we zijn heel ver gekomen. Yes! Woe! Oh yeah, dat is zo geweldig. Oké. Oh, holy moly, nog aan toe. Dat was echt de allerzwaarste en meest tactische uitdaging die ik tot nu toe heb moeten doen. Je moet dit echt van onder tot boven, van begin tot eind, helemaal precies weten hoe je het aan moet pakken. Anders faal je. En als ik dit had gedaan met dezelfde vaardigheden en niveau die ik had bij de eerste gauntlet die je kan vinden in deze uitdaging, dan was dit nooit gelukt. Maar we zijn nu zover gekomen dat dit gelukt is. 2 minuten en 10 seconden eerder dan de bedoeling was, zonder één keer te hoeven regenereren met health. Daar ben ik echt heel trots op. Oeh. Aldoende leert men. Met vallen en opstaan. En dan is het nu tijd. Eens kijken of dit ons lukt. De corrupte houtsmid. Holy moly. Verslaan in 3 minuten. Gebruik geen health flowers. En vernietig zijn weak spot. Nou, dat moet sowieso gebeuren als je hem dood wil. Dit doen voor de lol. Daar kijk ik heel erg op tegen. En als het niet lukt, dan laat ik het ook gewoon gaan. Want deze die hebben we net verslagen met de vaardigheden die we precies nu hebben. Dus geen schaamte als dit gewoon niet lukt. Nog een keer. Oeh. Oh my god. Ik hoopte hier echt voor goed mee klaar te zijn. Daar gaan we weer. Oh boy. Yes! Okay. Kan je dit filmpje niet overslaan, want het hoort bij de tijd zo. Oh, what the hell? Yes! Okay! Whoa, okay, what the hell? Oh. Ow.
Oh shit. Kan die drukken in één... Nee! Oh, fuck! Ik trapte recht in die vuurcirkel die net nog achter me voortijnde. Dat is gemeen. Dat is hartstikke gemeen. Oh my god. Oh shit, 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 shit. Holy fuck. Oh my god, yes! Aha! 2 van de 3, gelukt! I did it! Oh, 1 minuut vroeger, zonder hellflowers. Alleen niet dat kristal. Als dat nog even met al die bommen die ik opgooide naar buiten was gekomen, had ik ze alle 3. Dat... Oh, dat was goed. Ik ben best wel trots op mezelf. Het is heel veel vallen en opstaan, maar... We doorlopen al die trials stuk voor stuk. Woofsmith outfit, geweldig. Nu hebben we alles. Oh. We kunnen die outfits dragen ter ere van Hana en Adira. Even vlug naar de car en we hadden ook een nieuwe Wrath Head. Oké, eens even zien. De aviatorhoed. En de sterrenhoed, oké. Oh, mijn kristallen, die zijn ook allemaal op. Dat had ik niet verwacht. Oh man. Deze is er ook op, maar we kunnen wel zien hoe ze eruit zien. Oké, heel fraai. Praktisch. Progressief. Deze is ook best wel mooi, maar deze... deze ademt echt gewoon het karakter uit van Adira. Als ik genoeg kristallen heb, dan ga ik die zeker aanschaffen. Oké, we hebben nog een paar minuten over voor ik het quits noem voor deze part. Ik zou heel graag gewoon eindeloos blijven doorspelen en dat jullie mijn pogingen kunnen blijven zien om die uitdagingen te voltooien. Maar ik kan steeds maar een uur opnemen met Share... Factory echt niet meer, of het wordt een enorme heisa om het te kunnen editen. Dus ik moet altijd heel erg op de tijd letten en vaak dingen afkappen als bepaalde taken of opdrachten te lang beginnen te duren. Vervelend, maar ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Oké, op naar dorpshoofd Tashi en een antwoord krijgen op dit mysterie. Oké, we komen nu wel in koudere sferen. Ja, dit is echt wel een heel ander gevoel. Ik voel ook een soort kloppend hart, een beat... Op de achtergrond, het maakt me nerveus. We zijn echt wel heel dicht bij de eindbaas. Als ik het goed heb. Oh, kijk aan. Zo voor het grijpen. En ik zie Hellflowers, dus dit wordt een baasarena. Oh boy. Weer 3 relics. Oh boy, de rots die kiezen allemaal het hazenpad.
Oh man. Jesus. Dat maakt zelfs haar bang. You have come far, spirit guide. Toshi. But what is it that you truly seek? Een eind aan jouw praktijken. What are you hiding? Why are you here? Verlies dat ze moet verwerken, denk ik. I can feel your true intent. You pretend to care for these spirits, but really, you only serve yourself. En jij dan? Je bent geen haar beter. Oh. You cannot hide your weakness from me. Wow. Geen baasgevecht dus. Damn, dat was dat de muziek zo drastisch verandert. Het is heel mooi. Focust echt gewoon op dit moment. Is dit de geestenwereld? Oh ja, het is het. Een soort van... Net als in God of War in Helheim. Al die geesten die op weg zijn naar het hiernamaals. Och, haar vader, daar had ze het dus over. Ze zoekt hem. Och, moet je haar nou zien, zo met die grote staf. Ze kan hem amper tillen. Het is oké. Tuurlijk. Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Oh, wauw. Netjes gedaan. Alleen we zijn weer terug bij af. Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different. Stronger than the others. You was able to push me from his memories. Daarvoor moet je eerst baas zijn over je eigen herinneringen. But that is not why you failed. Precies. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. Schuldgevoel over haar vader. Het is niet alleen verlies. My father told me stories of the sacred mountain shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine. Hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Dat is hij al. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become.
We zoeken vaak ons leven lang naar iets wat we de hele tijd al hebben. De trots van haar vader. Ze is zo sterk geworden. En ze heeft het altaar niet nodig om een goede geestherder te zijn. The fate of our village. He destroyed the sacred creature and broke the natural cycle of the land. Een soort van worm of draaks zag ik in dat visioen. Het is zo interessant. Ze is hem kwijtgeraakt. We weten niet hoe. En ze heeft haar de rest van haar leven gewijd aan in zijn voetstappen treden. Wanhopig om zijn herinnering eer aan te doen. Nadat ze hem niet meer kon vinden. En het is dat schuldgevoel en dat verdriet dat haar belet om tegen Toshi te kunnen vechten. Want hij voedt op die gebroken herinneringen. Die duisternis, of hoe je het ook noemt, dat verdriet binnenin haar. En als ze waarlijk echt verder wil, dan moet ze dat trauma kunnen confronteren en aanvaarden dat ze niet een object of iemands goedkeuring nodig heeft om de persoon te zijn die ze altijd al heeft willen zijn. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search. Natuurlijk. Ik dacht al zoiets. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Oké, de oversteek trofee. While holding your shield with L1, press R1 to perform a dash. Use dash to avoid attacks and travel to spirit gates. Oké, dat is dus wat we zagen daar straks. Performing a dash consumes your shield energy. Oké, maar dat kan echt enorm handig zijn. Tashi's fear. Travel the Maskmaker path to search for Tashi's relic. Tashi's love. Travel the warrior path to search for Tashi's relic. Oké, en Tashi's regret. Travel the hunter path to search for Tashi's relic. Oké, dus angst, liefde en spijt. En we hebben nu ook nieuwe trials. Even dit uitproberen. Woe! Oké, dat is cool. Oké, je kan zo'n 4 keer achter elkaar dashen en je moet goed richten. Maar dat kan heel nuttig zijn als tegenover een overmacht staat waarbij schild afweren niet voldoende is. Je kan gewoon razendsnel weg. Woe! En je reist ook een behoorlijk afstandje. Maar dat zoeken we de volgende keer verder uit helaas, want ik zie dat het tijd is. Dit was echt een part die een heleboel van me vergde, maar we hebben het gehaald. En de laatste etappe ligt voor ons om Toshi te confronteren. Daarvoor gaan we eerst zijn relieken zoeken en hopelijk Kina helpen om verder te komen op haar pad. Ik hoop dat jullie hier ook van genoten hebben en ik zie je de volgende keer bij het kanaal van de meeste filmliefhebber met een nieuwe playthrough van Kina, The Bridge of Spirits. Goodbye, stay safe and live long and